3, 2, 1, 0. Showtime! Happy days are here again. Under starry skies above, don't fix me in. Sugar time. Het is 7:15 en we zijn vanochtend om 7:00 al naar een truckreparateur geweest, want onze kachel is stuk. Maar hij kon het niet maken, dus we moeten nu wachten tot er een RV-dealer open is. Maar we moeten vandaag ook naar een voorstelling, dus we kijken alvast naar een kacheltje dat we in elk geval kunnen gebruiken. Wat was er nou eigenlijk aan de hand? Met de kachel. De meter van de gasfles en de meter in de motorhome waren allebei kapot. Dus die gaven aan dat we vol gas zaten. Er zat geen gas in. Anderhalve dag omrijden, vandaag stressen, hotelovernachtingen. Ja, het doet een beetje pijn om te zeggen, maar eigenlijk zonde van de tijd. Dus we hebben de gasfles gevuld en we zijn weer lekker warm. De auto's voor de voorstelling staan geparkeerd. We zitten in Chapeau, dus een gebied waar veel gejaagd wordt. Er zijn ook mensen die komen op deze manier naar de voorstelling bij zich. Een auto, een quad voor de jacht en daarbovenop een boot. Ja, dat maak je in Nederland hier niet zo gek vaak mee. Aan de andere kant van onze zaal wordt er geijshockeyd. Hartstikke leuk. Je ziet natuurlijk de sport nummer 1 van Canada. En dit zijn de junioren die momenteel aan het trainen zijn in deze ijshockeyhal. Het is hetzelfde gebouw. Ene kant armen show, andere kant ijshockey.